Hey Jeff. Hey Jelle. Ga zitten. Ja, dank je. Jeff, welkom op de bank. Ja, dankjewel Jelle. We beginnen met de bankzittersvraag. Hoe vind jij het om als voetballer op de bank te zitten? Af en toe niet zo leuk. Af en toe niet zo leuk. Nee. Soms vind je het wel leuk. Ja. Kun je dat uitleggen? Oh ja, zie je zo, ja, ik koop altijd voor meer te spelen. Mm-hmm. Maar ja, als het moet, dan moet je op de bank. Ja, en zeker bij ons. Ja. Ja, is het, we hebben een sterke selectie. Ja. We hebben iets van 16 of 17 man. Ja. En ja, dan zit je wel eens met z'n zes op de bank, zeg maar. Maar ja, als het mooi weer is, dan heb ik het wel naar mijn zin. Maar als het stroomt van regen, dan eigenlijk liever niet. Dan liever niet. Ja, goed. Goed, we gaan eerst even verder met jou kennis maken voordat we verder gaan praten over het voetballen. Wat doe jij in het dagelijks leven? In het dagelijks leven werk ik 24 uur bij Gamma in Papendrecht. Oké. Ja, de tijd ook van alles, een beetje vullen, een beetje magazijn, zagen, een stukje informatiebalie, zeg maar. Mm-hmm. Nou ja, en ik doe hier ook op de voetbal, doe ik ook glazen wassen. Oké. Nou ja, dat tijd ook dan voor mijn eigen, zeg maar. En de rest, voetballen en PlayStation en zo. En een beetje draaien op mijn eigen verjaardag en zo. Leuk, dat is een hobby van je ook. Heb je verder nog andere hobby's? Meestal met mijn vrienden een biertje gaan halen in Candlelight of in Havana. Zeker af en toe met André van Huiswijk. Dat is echt een hele goede vriend van mij uit het G-team tegenwoordig. Ja. Nou, daar ga ik wel eens mee stappen met de jongens dus. Veel leuk om te doen. Ja. Heb je op dit moment een vriendin? Op dit moment nog niet. Nog niet? Nee. Wel op zoek? Ja. Wat zoek je voor iemand? Ja, in ieder geval, die wel wat iets kleiner is dan ik. Mm-hmm. Blond, mag slank, mag ook wel wat breder zijn. Maar ja, op zich heb ik al een oog op iemand. Oké. Okay. Ze werkt in Candlelight, Lisa Stam. Oké. Okay. Ja, daar heb ik wel een oog op, maar... Nou, wie weet wat de toekomst brengt, ja, hè? Ja, zeker. Goed, laten we het lekker over voetbal gaan hebben. Mm-hmm. Jij bent de eerste speler die het G-team kent. Mm-hmm. Weet je hoe lang dat al geleden is? In principe, we bestaan nu 5 jaar. Mm-hmm. Nou, daarvoor heb ik ook toch eerst een jaar in de 12e voetbald. Okay. Dus zeg maar, ik ben eigenlijk voor het G-team ben ik nu eigenlijk al bijna 6 jaar. En toen we het nog niet echt begonnen, zeg maar. Maar nu bestaan wij 5 jaar. 5 jaar? Ja. Waarom besloot je om te gaan voetballen? En dat komt van huis af zijn wij met het voetballen opgericht. Mijn oudste broer die heeft altijd ook op de voetbal gezeten. Dus zeg maar, kiep nou, dan ga je elke zondag met je twee broers ga je natuurlijk voetballen en zo. Mm-hmm. Ja, nou, dat vond ik hartstikke leuk. Nou, ik ben pas op 12e pas begonnen. Ja. Omdat ik eerst eigenlijk niet durfde. Omdat ik natuurlijk een verstandelijke beperking heb. Ja. Ja, toen ben ik eerst bij SCD begonnen. Ja, die hadden toen op dat moment nog geen G-team. Okay. Maar toen ben ik wel gewoon goed opgevangen daar. Ja. Daar heb ik 7 jaar gekiept. Tot mijn 17e. Nou, toen moest ik even stoppen. Mijn voetballen voor mijn knieën. Om ik gelijk op mijn 17e schoot ik door naar 1,95 meter. Zo. Dus ja, dit duiken. Daar ging dus zeer doen. Ja. Toen ging mijn kraakbeen die werd uitgereikt. Nou, dat deed gewoon hartstikke veel. Nou, toen ben ik even 3 jaar gestopt. Mm-hmm. Nou, toen ben ik met een andere maat van mij, met Danny van Heijden, allemaal op het asfalt wezen voetballen. En die heeft toen tegen mij gezegd, hoor, probeer het eens in de 12e. Ja. Maar ja, dat kwam ik niet echt in mijn recht. Mm-hmm. Nou ja, en er kwam ook, ik heb in mijn linkerbeen een korte remsteen. Okay. Dus ja, eigenlijk ja, een heel veld was eigenlijk, ook te gek voor mij. Dus. Zodoende eigenlijk. Ja. Ja, je zegt net dat je een verstandelijke beperking hebt. Kun je dat uitleggen? Ja, ik heb eigenlijk een leerachterstand. Dus dat betekent met lezen, met schrijven gaat beter dan rekenen en taal, zeg maar. Mm-hmm. En dat is ook de reden dat jij in het G-team speelt? Ja. Jullie helpen als G-team ook vaak bij de thuiswedstrijden van het eerste. Wat doen jullie daar als team? Dan spelen wij als steward. Dus dat is dan zeg maar voor de veiligheid van op de tribune en voor de uitsupporters. Ja. In ieder geval dat ze ook geen bier meenemen naar het hoofdveld. Dat is een van de regels dat dat niet mag. Ja. En als ze wel doen, dan moeten wij hun terugsturen naar de
tiener. Dus dan meestal zitten er twee van onze begeleiders, Desiree en Beziet, zitten meestal in het hokje. Ja. En er zijn altijd twee man bij de poort om te kijken of die geen lid zijn, die gewoon een kaartje kopen of niet. Ja. En er staan er twee man meestal bij het terras, twee man bij de tribune en twee man lopen continu langs het hoofdveld heen tot er niks gebeurt, zeg maar. Ja, dat is hartstikke leuk voor om te doen, zeg maar. En wat is jouw rol daarin? Ja, meestal als Theo erbij is, sturen wij samen de mensen aan. Maar meestal als Theo er niet is, om dan ben jij er ook straks natuurlijk, komt hij straks weer natuurlijk gewerkt. Ja, dan ben ik meestal een van de mensen die dan hoofdsteward is, zeg maar. Ja, dan heb je een beetje de leiding. Ja, dat vind ik ook gewoon leuk, zeg maar. Dus. Nou, leuk om te horen. Ik wil het nu weer even hebben over je eigen voetbal. Mm-hmm. Wat voor positie speel jij? Eigenlijk linkshalf op het middenveld. Mm-hmm. Maar omdat het natuurlijk een half veld is, is het ook meer, dan sta je meestal meer als verdediger middenvelder. Ja. Maar dan eigenlijk meer voor de linksback, zeg maar. Want we spelen maar altijd maar met drie verdedigers, dus je moet van linkshalf ook naar linksback gaan. Ja. Ja, maar ja, ik ken eigenlijk overal. Ik ken ook keeper. Ja. Ik ken ook rechtshalf en mid voor de verdediging dus. Ja. Overal op het middenveld is gewoon een van mijn posities waar ik gewoon uit de voeten kan, zeg maar. En ben je tevreden met je positie als middenvelder? Ja, want ja, ik ben eigenlijk puur rechts, maar ik ken ook wel wat met links, zeg maar. En de rest kan minder met links, dus daarom sta je vaak links. Ja, ja. Kijk eens, handig. Je speelt met nummer 88, ja? Best een bijzonder nummer. Ja. Waarom speel je daarmee? Dat is voor mij best wel bijzonder. Want in 1995, toen ik 5 was, is mijn opa overleden aan een soort bloedpop in zijn longen. Mm-hmm. Toen zou die jaar zijn. Toen zou hij nog naar de wedstrijd van de Europa Cup van Ajax kijken. Toen is hij in slaap gevallen, toen is hij overleden. En toen zou hij eigenlijk 88 worden. Oh. Dus van daarvoor, aan Jeppetoon. Speel je met nummer 88, ja. Wat mooi. Ja. En als je een doelpunt maakt, denk je daar dan wel eens aan? Ja, dan geef ik het aan hem. Of aan mijn oudste broer, die zeg maar in hemel is. Ja, zijn broer is ook overleden. Ja. Goh, is dat lang geleden? Het is 15 jaar geleden. 15 jaar geleden al, zo. 2000, een bedrijfsongeluk. Zo. Dus. Hoe ga je daarmee om? Nu gewoon goed, maar ja, als het ooit het 9 mei is, dan denk ik van... 9 mei is de dag dat hij overleed. Ja, daar blijft altijd een grote dag. Ja, kan begrijpen. Dus Nou goed, laten we verder praten over voetbal. Mm-hmm. Over leuke momenten uit je carrière. Wat zijn in de afgelopen jaren dat je in het G-team hebt gespeeld echt hoogtepunten geweest voor jou? Dat ik best wel een keer bijna een heel seizoen lang een keer aanvoerder was geweest. Om onze oude aanvoerder Francis, die was toen geopereerd aan zijn schouder. Dus die mocht bijna toen een half jaar niet voetballen. Okay. Nou, in die half jaar zijn we toen wel derde geworden. Maar ja, dat vond ik wel leuk. En ook mijn hoogtepunt is dat ik dat we wonnen in de KNVB-wedstrijd tegen Oranje Wit. Mm-hmm. Met 19-0. Dat ik achter mijn standbeen toen de 18-0 binnenpikte na een voorzet van Francis. Kijk eens. Dus. Dat zijn hoogtepunten. Ja. Een ander mooi hoogtepunt misschien, het duurzame zorgtoernooi. Hebben jullie twee keer, als ik het goed heb, op jullie naam geschreven? Ja, twee keer ja. Dat was hartstikke leuk. Ik heb hem twee keer als reserve aanvoerder omhoog mocht houden. De tweede keer om Frans is natuurlijk zwaar gebaseerd was aan de schouder. En de tweede keer was dat, of de eerste keer was het gewoon om ik dat had verdiend, zeg maar. Ja. Meer komen trainen dan hij. Ja, en de tweede keer was hij gebaseerd. Ja, dat was leuk. Ja, en dit jaar hebben we het helaas uit handen gegeven. Net een nieuw team. De spelers zijn vertrokken. Zijn spelers bijgekomen. Dus we moesten eigenlijk met een nieuwe groep moesten we de dingen. En we hadden dit jaar ook een G2. Mm-hmm. Hadden we ook. Ja, omdat wij best wel ook veel intrigeranten hebben. Die dus alleen komen trainen. Die doen het dan ook altijd mee. Ja. Met duurzame zorg. Nou, ja, en die zijn dan... best wel ook goed geëindigd. Mm-hmm. Dus en ik hoop dat er in de toekomst ooit nog een G2 of Sliedrecht bij komt. Ja, dat hoop je in ieder geval. Ja.
Volgend seizoen, duurzame zorgtoernooi, weer voor jullie? Ja, dat pakken we hem zeker terug. Daar gaan jullie voor. Ja. Zijn er verder nog hoogtepunten? Want jullie spelen ook elk jaar een wedstrijd tegen het eerste elftal. Ja. Hoe ervaar je dat? Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dan is het wel op Rootveld. En zeker met de commentator erbij. Dit seizoen heb ik de doel moeten verdedigen. Als tweede keeper van het G-team. Ja. Dan kwam onze eerste keeper, die moest gewoon met bewoningsvakantie. Dus ik heb de eerste helft heb ik gekiept. Toen gingen we met rust met 3-1 achter. Nou, ik heb best wel aardige reddingen gemaakt. Ja. Nou ja, en toen ging een speler van ons op doel, omdat hij last kreeg van zijn enkel. Nou ja, die ging toen keeper. Nou ja, toen werd het weer 9-9. En met penalties hebben wij weer gewonnen met 10-8. Kijk eens. Van het eerste dus. Die kan je mooi opschrijven. Ja, ja. Goed, dan wil ik het nu hebben over dieptepunten uit je voetbalcarrière. Mm-hmm. Zijn er echt trieste momenten geweest in je voetbalcarrière? Eigenlijk wat ik nu meemaak, eigenlijk niet. Niet? Nee. Dus je hebt het prima naar je zin op de voetbalvereniging. Ja. Zijn er verder persoonlijk in de afgelopen jaren nog dieptepunten geweest? Zeker. Wel een paar kind. Hè. Net als natuurlijk vorig jaar onze teamleider. Die natuurlijk door iets ergens overleden is. Ja. Marco natuurlijk. Nou ja, we zouden toen eigenlijk volgend jaar naar Friesland gaan. Naar de Paralympische Spelen. Ja. Om daar mee te doen aan een soort WK voetbal. Maar dan met mensen van G-teams. Ja. Ja, dat hebben we dus afgezegd. Om onze teammanager toen overleden is. Ja, dat vond ik wel een dieptepunt in mijn leven, zeg maar. Ja, ja, twee keer eigenlijk natuurlijk. Ja. Iets wat heel jammer is, dat je en een dierbare verliest. Ja. En daarnaast ook dat toernooi niet kan spelen. Wat dan wel op een tweede plaats komt, maar wat wel jammer is natuurlijk. Goed, maar verder heb je het prima naar je zin. Ja. Dan wil ik het onderdeel over voetbal een beetje af gaan ronden. Mm-hmm. Je hebt het prima naar je zin, zeg je. Kun je uitleggen wat voetballen voor jou betekent hier op Sliedrecht? Ja, voor mij betekent het gewoon voetbal. Ja, ik ken mijn lus en mijn leven kwijt in het spel, zeg maar. Ja. En zeker als onze hoofdtrainer Kok zegt. Van ja, hij zegt altijd in de kleedkamer, jongens, Ajan is aanvoerder, maar Jeffrey, die zit er niet uit. Ja. Ja, en daar ben ik dan ook mee bezig. En gelijk in mijn spel voetbal. Nou, dat vind ik gewoon fantastisch, zeg maar. Ja. Om dat te doen. En je hebt een grote groep begeleiders ook om je heen. Ja. Hoe belangrijk zijn die voor jou? Ja, best wel veel. Want als ik er echt niet uitkom, dan vraag ik even hulp. Hoe moet ik dat doen? Hoe moet ik zo doen? Dus ja. Zijn belangrijke mensen voor je? Ja. En zeker dat wij elk jaar naar trainingskamp gaan. Mm-hmm. Ik, André en nog een jongen, Michel uit ons team, die gaan altijd bij Theo en Desiré naar Oranje. Gaan we altijd een verzorg weekend hebben, een beetje zwemmen. Ja, een beetje zwemmen, een beetje voetballen, een beetje bier drinken. Dus ja. Dus naast begeleiders zijn het ook vrienden van je geworden? Ja. Want ze komen ook elk jaar altijd op mijn verjaardag dus. Kijk eens. Nou, leuk om te horen, Jeff. Tuurlijk. Dan wil ik het even hebben over de nieuwbouw op de voetbalvereniging. Er gaat natuurlijk heel wat gebeuren. Er komt een kunstgrasveld op het hoofdveld. Er komt een nieuw gebouw wat tegen de tribune aan wordt gebouwd met nieuwe kleedkamers. Wat vind je daarvan dat er komt? Nee, ik denk dat het voor de VV Sliedrecht als club zijnde. Natuurlijk in een, zeg maar in een dorp waar niemand eigenlijk uit buiten Sliedrecht het niet kent. Zou het wel goed zijn voor meer aanmogen, voor meer leden aan te trekken. Ja. En zeker voor het eerste, voor op kunstgrasveld, zou een verbetering zijn. Mm-hmm. Ook eventueel, je weet af en toe dat wij af en toe nu af en toe moeten wijken. Als het echt slecht weer is geweest, dan zou ik kunnen zeggen, dan kunnen we ook wel eens even op het hoofdveld trainen als de dingen door de week te doen zijn op het kunstgrasveld of zo. Dat zou wel mooi zijn, zeg maar. Ja. Nu is er bekend dat in het nieuwe gebouw een speciale ruimte voor het G-team komt. Vind je dat nodig? Nou ja, in principe wel ja. Ja, tot wij daar gewoon rustig kunnen zitten, zeg maar. Als er wat aan de hand is, bijvoorbeeld in de kantine of zo, dat je diegene dan even terug kan pakken. En gewoon kan zeggen, gewoon privé, waar niemand anders bij zit, dat en dat. Ja, en ik merk ook, jongens, we zitten nu nog in de jeugdhonk. Ja. Ja, en dan komen allemaal andere personen en zo. Ja, er zijn een paar jongens die niet echt tegen de drukte kunnen. Want dat hoor je wel natuurlijk. Ja.
Dus ja, dus het zou wel een vooruitgang zijn voor de jongens die rust moeten hebben. Mm-hmm. Voor ze ook rustig kunnen te houden, zeg maar. Dus een eigen ruimte is wel, wel gewenst. Ja. Heb je nou nog stiekem mooie wensen voor zo'n ruimte? Wat stel jij zou mogen bepalen wat er in zo'n kleedkamer komt? Wat zou je erin zetten? Ja, zie je, zo willen wij proberen voor in onze eigen hok, zeg maar, in onze eigen kleedkamer die we krijgen, willen we zelf een kast hebben waar we zelf onze eigen ballen, onze tenuutjes in kunnen doen. Plaats voor hier in de gang, daar hadden we het gewoon zelf kunnen beheren. Ja. En eventueel onze prijskast die nou in de kantine in de dinges hangt, of in het G-team hok zetten, of een mooie prijzenkast met onze prijzen in de kantine die er komt. Dat zou wel mooi zijn. Dat zou een mooie wens zijn. Heb je verder in de kleedkamer nog wensen, bijvoorbeeld bubbelbad of zo? Nee, dat niet, maar het zou wel leuk zijn voor, voor wel wat mooie stevige banken of zo, voor mooie banken, zeg maar, die in te zetten. Gewoon wat meer van deze tijd. Ja. Nou, goed, dat wat betreft de nieuwbouw, dan wil ik langzaam het gesprek af gaan ronden. Mm-hmm. Ja, het komende seizoen staat voor de deur, seizoen 2015-2016. Wat verwacht je ervan? Ja, ik hoop dat we gewoon weer in december gewoon weer met schouw staan. We zitten nu in eerste klas 2. Dus dat is, we zitten nog wel gewoon in de klas, maar we spelen in de tweede, zeg maar. Nou ja, we spelen ook tegen Oranje-Wit. Daar zit nu nog voorlopig een oude lid van ons. Oude bekende. Ja, oude bekende Wesley Dama, die schijnt waarschijnlijk dit seizoen weer terug weer te komen om zijn broer bij ons komt voetballen. Okay. En dan kan je goed met zijn broer combineren. En we spelen ook tot een half seizoen. Dus ja, ik hoop eigenlijk dat we nou weer in december gewoon weer met de derde schouw staat voor op rij. Ja, en dan de rest van het seizoen dan is het even aankijken. Ja, nou ja, dan ga je natuurlijk weer een klas hoger. Dan speel je natuurlijk eerste klas, topklasse speel je dan. Ja, en dan gaan we gewoon weer kijken of we dan gewoon iedereen weer bij elkaar kunnen houden. Zijn wij in de voorjaarscompetitie. Ja, en dan hopen we dat die het ook te winnen. En we hopen eens een keer dat we verder komen in de KNVB-beker. Ja. Ja, die hebben we eigenlijk nog nooit gewonnen. Die staat nog op de verlanglijst, ja. De KNVB-beker. Ja. Belooft een mooi seizoen te worden. Zeker. Dus. Bedankt dat je was, Jeff. Graag gedaan. Veel succes komend seizoen. Dankjewel.